zozeer een vraag. Ik merk heel veel angst en spanning in mijn lijf. Meer met de toekomst gericht dat ik straks naar huis ga, dat ik weer thuis beland in een leegte. En het verdriet wat daarbij omhoog komt iedere keer. Ik merk dat het iets terugkerends is, alsof het verdriet er iedere keer weer zo intens gevoeld wordt. En alsof alles niet zoveel zin heeft in mijn leven. En ik merk dat ik het moeilijk vind om dat iedere keer weer zo toe te laten en te voelen alsof het niks verandert. Alsof het elke keer weer hetzelfde verdriet, hetzelfde leegte, dezelfde dingen omhoog komen. En het liefst wil ik daarvan weg, maar ik weet dat ik daar niet van weg kan. En ik vind dat dan een vraag. Ergens is het misschien verlangen dat het minder wordt op een gegeven moment, dat het gevoeld wordt. Ja, op het moment dat je gaat luisteren naar wat je systeem wil. Dus soms als dingen vaak terugkeren. Dan kunnen we dat iedere keer proberen te doorvoelen, maar als het gevoel opkomt omdat we op het verkeerde spoor zitten, helpt het doorvoelen niet. Het heeft te maken met een wijziging van spoor. Dus we kunnen dingen zeggen van, oké, ik ben straks bang dat ik terug in de leegte kom, vanuit een ander perspectief. Ah, blijkbaar is er dus heel veel ruimte om dingen te ondernemen. Om te gaan doen wat je eigenlijk moet doen. En als je dat blijft niet doen, zal er onrustgevoel gecreëerd worden. Dus om een voorbeeldje te geven. Ik had een keer een gesprek met iemand en die zei van het doorvoelen van jou, dat werkt helemaal niet. Want ik voel me iedere keer ongemakkelijk en gefrustreerd en zo en daar is al een hele tijd bezig. En toen zei ik, want ik had zo'n ingevingetje. Hoe lang weet je eigenlijk dat je uit die relatie weg moet? Ja, 7 jaar. Ik zeg, oké, dus je leeft al 7 jaar tegen beter weten in. Dat genereert onrustgevoelens en dan ga je proberen die onrustgevoelens te doorvoelen. Ja, daar is het niet voor. Je moet gewoon doen wat je te doen hebt in dat geval. Get the fuck out of there. Nou, voor een ander geldt het. Er is misschien iets bezig wat gedaan wil worden. Het kan iets creatiefs zijn of de tijd nemen om iets te ontwikkelen of te doorgronden. Maar als we dat de hele tijd niet doen, ga ik me eenzaam en verdrietig voelen. Maar dat komt niet omdat er geen anderen zijn, maar omdat ik niet doe wat ik te doen heb. Dus soms ontkennen we iets in onszelf wat al heel lang zegt van... Doe dit. Ja, dan blijven we verdrietig. En dan is dat nog terecht ook, want het systeem is verdrietig omdat er niet geluisterd wordt. Dus als ik hoor van, oh, ik ben bang dat ik straks in de leegte kom, dan denk ik, ja, niet per se nu, want ik heb ruimte genoeg. Maar oh, wat heerlijk zou het zijn, ook na een heel weekend met, het is allemaal hartstikke tof, gewoon een aantal dagen geen hond te zien. Want dan kan ik mooi een beetje lezen, een beetje uit het raam kijken, de hommels en bijen volgen, dat is ook heel belangrijk. Een beetje gras maaien misschien, voor zover dat gaat om wandelingen. Fantastisch. Dan kan ik namelijk helemaal mij zijn zonder dat anderen de hele tijd kunnen vertellen wat ik moet doen of mijn ruimte opvullen. Make sense? Ja, dank je. Ja. Good. Ook
niet buitengesloten wil worden. En als ik dat voel, zeker in het huis waar ik woon, dan is bijna alles beter dan dat gevoel. En dus ik heb nog liever slaande ruzie met iemand dan dat voelen. Dus ik probeer nu te zien van ja, maar wat is dan wat zo angstaanjagend is? Ik weet wel dat elke keer iets in mijn systeem collapst, dus het kost dan weer een tijdje om eruit te komen. En dan zie ik ook van, ik oriënteer me dan in de ruimte en denk, oh, ik ben gewoon hier, ik ga niet dood. Ik blijf gewoon leven, dus ik kan het. Maar toch, het is iets wat steeds weer opnieuw geraakt wordt. Het is ook gezien, En dan denk ik van, ja, hoe zit het dan met die compleetheid? Dat dit gebeurt al in die compleetheid. En, we kunnen wel roepen tegen onszelf dat iets in de compleetheid gebeurt, maar als ik hem niet ervaar, heb ik er niks aan. En als ik hem wel ervaar, voel ik me niet buitengesloten. Ja, ja, daar zit ergens iets. Ja, angst of iets niet weten. Of, nou, misschien is het wel juist het voelen van de compleetheid wat angst en jagen doet. Want ik voel ook soms dat dan mijn houvast wegvalt. Nee, want de compleetheid is toch het houvast? De compleetheid zelf is toch het houvast? Ik ben al compleet. En de rest is kersen op de taart of lichte, oncomfortabele dingen. Hoe kom ik er dan? Verder is het begrijpelijk dat mensen liever ruzie maken dan genegeerd worden. Want dat is zo'n beetje het ergste wat er is, want dat ruikte naar die sociale dood waar we het al over hadden. Maar vanuit die compleetheid bestaat dat niet. Niet zozeer hou vast, maar een gevoel van vertrouwdheid. Ja. Als we iets heel vaak herhalen, dan gaat dat vertrouwd voelen. En dan wordt dat een beetje onze default setting. Alleen als we er kritisch naar kijken, dan kunnen we vrij snel zien dat het niet werkt. Want ik ga me er niet verbonden of weet ik veel wat doorvoelen. Nee, ik blijf een moeizame verhouding hebben met de anderen. Ja. Nou, ik zou me ook kunnen voorstellen dat ik dan zoiets zou hebben van, ah, blijkbaar heb ik een moeizame verhouding met anderen. Sommige diertjes zijn sociaal heel makkelijk of sociaal intelligent en andere niet. Ja. En? Ik kan wel blijven proberen, met andere woorden, iets te worden wat ik niet ben, maar dat schiet niet op. Ik kan beter uitgaan van hoe ik ben. Ja, bijvoorbeeld. Dan zoeken we een andere uitlaatklep of een andere manier om die energie te laten gaan in plaats van in een veld waar ik blijkbaar niet zo goed in ben. Nee, maar ik weet het niet zeker of ik dan maar een beetje in het rumoer moet gaan zitten, zodat ik het voel. Dus dat kan ik niet uit. Weglopen, is dat een slim idee? Weglopen is nooit zo'n goed idee. Ervoor weglopen is nooit zo'n goed idee. We kunnen beter ernaar luisteren. Alleen dan niet steeds op dezelfde manier.
Als ik 100 keer hetzelfde hoor, dan komt dat niet door het signaal zelf, maar dat ik het steeds op dezelfde manier horen wil. Dus hoe kan ik daar, als het woord creativiteit toch valt, op een andere manier naar luisteren? Wat als het nou eens iets anders betekent? Bijvoorbeeld, maak je niet druk. Ik word geapprecieerd of ik word niet geapprecieerd. Als ik mijn best ga doen om geapprecieerd te worden, dan word ik onnatuurlijk. En als ik dan al appreciatie zou krijgen, krijg ik het voor iets wat ik aan het faken ben. Ik zou daar geen zin in hebben. Nee, daar ben ik eigenlijk een beetje mee gestopt. Ja, goed. Dus dan houden we over dat wat is. Ja. Het is op dit moment, werkt het niet, misschien morgen wel. Dus dat is een andere tip die ik altijd geef, van hou het bij vandaag. Vandaag had ik een goed contact met de buurman, weet je wel. Een andere dag, vandaag werkt het helemaal niet. Nou, als ik zie dat het niet werkt, waarom zou ik dan moeite doen? Nou, ik wil gewoon mijn ding doen. Ja, dat is het handigste. En dan zien wat ervan komt. Dus we hebben altijd hoe iets is en we hebben het fantasieverhaal van hoe het zou moeten zijn. En soms is er een route van hoe het is die wat dichter daarbij kan komen, maar helemaal krijgen zoals ik het bij elkaar fantaseer, wordt het nooit. Daarom geloof ik nooit in utopieën, wat niet wil zeggen dat het niet leuk is om een richting te hebben. Maar het gaat nooit worden zoals ik bedacht. Ja, het is net alsof er allemaal kleine weggetjes in de 67 gesteld gemaakt worden. Nu wat creatieve dingen proberen. Ik weet nog waar het heen gaat. Ja, goed. Maar interesse erin hebben is genoeg. En dan zien we dus waar het toe leidt. En als het anders is dan het voorgaande, dan zijn de kansen dat er nieuwe dingen gebeuren vrij groot. Als het hetzelfde is als het voorgaande, dan is de uitkomst zo goed als bekend. Nee, ik heb het nog niet eerder gedaan. Voilà. Dat is ook wel heel spannend trouwens. Want... Dat was het al, dus dat is niet erg. Ja, maar goed, dan hoor ik al die stemmetjes in de hoofd van, kun je toch niet zeggen. Ja, well, fuck them. Maar anders kijken naar wat ik vrees. Yes. Dus ik kan het zwart-wit als een vijand zien of als een leraar. Nou ja, er is ergens een stuk nieuwsgierigheid. Voilà. Wat is het dan eigenlijk? Yes. En dan moeten we dus niet, die vraag is belangrijk, maar we moeten niet te veel haast hebben. We moeten niet te snel het antwoord willen. Ja, wat is het en wat kan ik ermee? Want zelfs een onrustgevoel is ook energie. Dus daar kan iets mee. Kun je daar een voorbeeld van geven? Sommige mensen die zijn heel onrustig en dan gaan ze eindelijk eens het huis schoonmaken. Dat is beter dan alleen maar eraan zitten lijden of het proberen te onderdrukken. Of ze voelen zich heel onrustig en dan gaan ze een liedje maken. Dus over onrust bijvoorbeeld, dan doe je er nog iets mee. En dan heb je kans dat doordat je in een creatief of actief iets begrijpt, dat het niet alleen maar afleiding is, maar dat er iets gesublimeerd kan worden of ingezien kan worden. Ja. Dus ik kan lijden aan mijn frustratie, ik kan er ook een gedicht over schrijven. Ja. Dat is meteen al interessanter. Ja, mijn hele spullen uit mijn huis. Ja, dat is ook mooi. Gewoon hup, uit het raam. Een beetje mekken zo. Cool.
doorvoelen. Ik zat bij het doorvoelen altijd ja te knikken, maar ik wist eigenlijk niet wat dat is. Het lijkt alsof door het minder geïdentificeerd te zijn, wat plaatsvindt in mijn lichaam, dat ik dat nu wel kan. Goed. Ja. Ook komt daarbij dat dus dan allemaal niet zo van mijzelf is, maar dat het er gewoon is. Mm-hmm. En ik ervaar ook meer dat het, waar het ook even over had, dat het meer signalen zijn, dus dat het iets te zeggen kan hebben. Mm-hmm. Dus, ik heb bijvoorbeeld een tijd al last van migraines en van buikklachten en heeft ook sterk met elkaar te maken, voel ik. Mm-hmm. En ik weet niet of dat door voelen is, maar ik kan, het lijkt wel of ik het kan beheersen. Ik begin meer te weten of te voelen wat niet bijdraagt daaraan. Right, ja. Exact. Ja, precies. En wat ik neig te doen, wat dus maakt dat het erger wordt. Is dat doorvoelen? Ja, dat geeft dus de samenhang aan met, als we bewuster dingen voelen, gaan we ook beter luisteren. Ja. Oh ja. Ja. Dus ik haal die dingen in EHBO uit elkaar, hè, doorvoelen en intuïtie komt erbij en het defensiemechanisme. Maar feitelijk is dat natuurlijk één geheel. Het wordt voor het gemak even uit elkaar gehaald. Maar als ik minder identificeer, dus wat meer uitzoom, kan ik het makkelijker en onbevreesd aankijken en doorvoelen. En er dus bij blijven en tegelijkertijd de signalen oppikken. Terwijl als ik geïdentificeerd doe, dan wil ik er alleen maar vanaf. En dan leer ik niks. Dus ik moet iedere keer als het ware een nieuwe open en geïnteresseerde houding vinden. En dan kunnen er dingen op gaan vallen. En dan kunnen dus ook bijvoorbeeld bij klachten dingen opvallen van dit maakt het erger en dit maakt het minder erg. Misschien gaat het er niet helemaal over van, want dingen kunnen nu eenmaal ook fysiek zijn. Maar er zijn zeker dingen die verzachtend werken of verergerend. En dat heeft vaak gewoon met gedrag te maken. En of je van in paniek van raakt. Yes. Dat hoeft eigenlijk niet meer. Nee, dat hoeft niet. En dan kunnen we dus merken, inderdaad, dan kom ik weer met dat schuifje aanzetten, van hoe meer geïdentificeerd ik ben, hoe meer paniek er zal zijn. Of weerstand, en hoe meer ik uitzoom, hoe makkelijker ik er naar kijk. En alleen vanuit een wat uitgezoomd perspectief kunnen er dus dingen opkomen en kan ik ook een andere, want daar zit ook creativiteit in, een andere aanvliegroute kiezen. Van oké, van deze kant ziet dit issue er zo en zo uit, maar wat als ik eens 90 graden van de andere kant kijk? Ja, ik dacht met migraine, ik kan niet weggaan of zo. Dat heb ik een tijdje gedacht. Maar nu ga ik wel met migraine weg. En ik merk dus dat ik dat begin te hanteren of te uitproberen. Daar speelt ook wel bij dat het gegeven dat het niet mijn schuld is. Sure. Dat is ook een heel belangrijk ding. En dat op mijn kop geven, dat is dan in ieder geval weg. Ja, en dat lijkt me erg pijnlijk, vooral als je migraine hebt. Ja. Wat ben ik toch dom dat ik hoofdpijn heb? Heel goed dat het niet van mij is. Mm-hmm. Ja. Cool.
Ik wil het nog even hebben over die zogenaamde sociale dood. Ik voel dat namelijk, volgens de conventie zou ik daarin moeten zitten sinds 11 maart dit jaar. Maar ik ervaar dat dus helemaal niet zo. Goed zo. Ik zie het eerder als een soort bevrijding. Alsof er 100 kilo van mijn rug af is. Vakantiegevoel. Ja, het is... Ik verzin het niet, maar zo ervaar ik het. Ik voel me niet schuldig, terwijl ik zeg maar in de interactie zeker onderdeel ben geweest van het geheel. Dat kan je missen. Als ik het anders had kunnen doen, had ik het anders gedaan. Maar goed, ik ben nou eenmaal gebakken zoals ik gebakken ben, zonder me daar echt op vast te pinnen. Ik kan ook nog met liefde kijken naar de ander. Ik kan ook de goede momenten zien. Ja, en verder is het gewoon rustig. Ja, mooi. Het is alleen in de praktische zin een beetje apart. Want je hebt geen houvast meer. Het is een soort, ja, je valt eigenlijk in een soort, ja, ik weet niet of dat goed gezegd is, misschien is het beter, ik heb geen houvast meer. Als ik bijvoorbeeld in een noodsituatie zou zitten, zou ik niet weten wie ik moet bellen. Dat is best gek. Alleen op de een of andere manier blijf ik daar niet in hangen en heb ik zeg maar qua identificatie zoiets van, nou ja, dat zie ik dan wel weer. Want je kan dat toch niet voordenken. Nee. En om vanuit die vrijheid of echtheid anderen dan te gaan manipuleren, zodat ze me misschien kunnen redden als er ooit iets is, is ook zo. Precies, dat is best gek. Ja. En ik dacht dus dat ik iemand had, hè? Dus, en als ik dan goed kijk en echt helder kijk, dan denk ik, ja, maar god, die persoon, ik weet eigenlijk helemaal niet 100% zeker of dat inderdaad zo één op één zou gaan zoals ik dat bedacht had. Hoi. Dus, nogmaals, het voelt eigenlijk als een bevrijding. Dus ik ben eigenlijk, ja, het klinkt heel gek, maar dankbaar voor de situatie, terwijl het praktisch gezien lastig is. Yes. Dus daar zien we ook aan van dat de vrees voor iets nog niet hetzelfde is als wanneer het plaatsvindt. En dan kan de opluchting en het gevoel van bevrijding wel eens groter zijn dan de zorgjes. Die ook nog alle gelegenheid hebben om weer op een andere manier ingevuld te worden. Want het is nog maar net, nietwaar? Ja, de verf is nog nat. Ja, daarom. Dus. Er is ruimte ook nu, voor waar we het buiten al even over hadden, voor een paar anderen die in beeld kunnen komen en misschien wel, als er iets nodig is, ingeschakeld kunnen worden. Ja. Dus. Nou ja, dat is dan het avontuur. Ja, precies. Dat is alleen maar leuk eigenlijk. Lijkt mij ook. Dankjewel. Ja, you too. Ja. Ik wou eigenlijk ook iets vertellen over de biografie. Want dat is heel erg bij mij blijven hangen, nadat ik daar met honger was begonnen. Dat ik voelde dat ik dat echt moet doen. En dat ik ook eigenlijk geen moment rust heb. Het is net alsof ik moet eraan werken.
een ander knaagdoek. Ja, dus dan ben je er toch aan het werk zonder dat je het werk doet. Ja, precies. Wat een energielek is. Ja, inderdaad. Daarom zei ik toen ook van, dan moet je dat doen. Ja. Niet omdat ik vind dat moet, maar jouw systeem moet dat. Ja. Blijkbaar. Blijkbaar, ja. Ook al of ik het wil of niet, maar... Nee, dat is irrelevant. Ja, dat is irrelevant, ja. Als ik eraan begin, dan vind ik het heel, heel moeilijk. Er komt veel naar boven van onzekerheid of ik het wel kan. Ja, maar dat zien we straks wel. Ja. Dus dit is weer van, dit gaat meer over creatieve processen. Je begint gewoon met het spelen met ideeën en het verzamelen van info. En dan ga je daarmee rommelen. En vervolgens begint het heel langzamerhand in een vorm te komen. En als de vorm er is, ga je nog een keer kijken van of het wel de moeite waard is of niet. Dat is veel te vroeg om daar nu mee bezig te zijn. Ja. Doesn't make sense. Then you kill the baby. Ja, doen heel veel mensen. Dan beginnen ze te tekenen of te schrijven en dan ja, zal het wel goed genoeg zijn. Je begint net. Verkeerde vraag, irrelevant. Eerst spelen, ontdekken, verzamelen, opzetjes maken, daarmee vechten, die weggooien, opnieuw, enzovoort. Wat ik ook merk is, misschien... Dat is een vermoeden dat ik soms heb. Misschien is het niet eens de bedoeling dat er per se een boek uitkomt. In het resultaat, ja precies. Maar het is meer, als ik ermee bezig ben, dan doet het iets goeds voor yes, me. Yes. Ik ben op de een of andere reden gewoon geïnteresseerd in die kluizenaar. Ja. En die kluizenaar is überhaupt. En dat die drang naar eenzaamheid waar ik het gisteren over had. Daar, ik voel daarin een soort herkenning. Yes. Het doet me gewoon goed. Voilà. Ja. Dus. Het kan zijn dat het een boek wordt, maar daar is maar één van de uitingen waar het meer om gaat, is het hele proces. Dit is een proces van zelfonderzoek wat zijdelings gaat over een ander. Maar basically het gaat over jou. Nou, het kan leuk zijn als daar een boek uitkomt, maar dat moet niet per se. Nee. Ik schrijf dingen omdat ik ze interessant vind en op een gegeven moment blijkt daar dan een kaft omheen te kunnen en blijkt het een boek te zijn, mooi. En dan hoop je dat de ander daar ook iets aan heeft. Maar het begint met dat ik het gewoon interessant vind, dat ik het leuk vind om te schrijven en dat ik het leuk vind om te kijken of ik ideeën op een papier kan krijgen. Het is voor mij en pas dan voor anderen. Dit is zo goed. Ja. Ik voel me heel gelukkig nu. Yes, en terecht. Juist. Eigenlijk heb ik niet echt een vraag. Maar ik denk dat dat eventjes gezegd moet worden. Eigenlijk is er alleen steeds maar constant dat zien. En er begint steeds meer zo'n afstand te komen naar dit. En ook de hele tijd wordt er eigenlijk gezien dat waar eerst een kern leek te zijn, dat eigenlijk gewoon niks is. Het is eigenlijk net alsof je in je eigen afgrond zit te kijken. Yeah. Nice. En ik hoor vaak dingen over het voelt bevrijdend, het voelt ontroerend, het voelt opgelucht, maar dat is het helemaal niet. Het is dus niet zo dat het systeem gaat ontspannen hierdoor. Alleen alles wordt gewoon continu gezien. En dat wat allemaal gezien wordt, dat kan gewoon geen kant meer op. En dat is eigenlijk alleen wat er op dit moment overblijft.
dan is het of stil, nou dan wordt dat ook gezien, of er is wat reuring, dat wordt ook gezien. Ja, niks ontgaat het meer, het is allemaal gewoon in die bundel. En ja, dat is het eigenlijk. Dus ieder moment dat er iets wordt over gaat gedacht worden van, ja, maar er is geen opluchting. Ja, en? Dit is het. En iets is daar natuurlijk over in paniek, want dat wil dus nog opluchting en bevrijding. Maar dat is niet wat er komt. En ja. Dat is dat poppetje, dat wordt ook gezien, dat dus die opluchting wil. Wil dat het systeem doet van, ja. En al wat geweldig allemaal en la la la, maar dat is het gewoon niet. Nou, zo kunnen we dus zien dat wat bij sommigen plaatsvindt, bij anderen niet. Ja. En het ding zelf, het zien zelf, is inderdaad niet opluchting, het is wat het is. Ja, dat ziet gewoon dat hier dus kennelijk zo niet werkt. Right. En iedere weerstand daartegen wordt ook weer gewoon, ja. Dus dat is gewoon gek. En toch dacht ik van, ja, ik moet dat toch even zeggen. Ja, sure. Omdat er anders, denk ik, iets gaat broeien, dat stukje wil wat erin zit van, ja, maar het moet dit zus of zo zijn. Ja, maar weet je wat het is van, het hieraan vooraf ging een heel proces en daar zaten ook momenten van frictie en dan vervolgens ontspanning, right? Maar op een gegeven moment, ja, whatever, al die dingen en verstilling en zo, maar op een gegeven moment is dat wel uitgewerkt. Dus daarom roep ik ook van, ja, ik ervaar niks. Het levert mij niks meer op. Maar vroeger, toen er nog een soort heen en weer bewegen was, kon dat wel. Dus daarom riep ik zelf wel eens van, nou, degene die tegen dat ontwaken of nog in dat erin en eruit zitten, die hebben het eigenlijk veel fijner, want die kunnen dat nog een paar keer meemaken. Als je er helemaal door bent, maak je eigenlijk niks mee. Nou, want het wordt allemaal gewoon in het domein van het wat gezien is, wordt het, zo wordt het ervaren, zeg maar. Yes. Yes. En er is eigenlijk ook een soort van rouw over, een stukje. Van, ja, maar iets vraagt zich af en nu. Yes. Nou, dit dus. En op praktisch niveau, whatever comes next. Maar inderdaad, er is een heel traject en dat lijkt ons hele leven te vullen en het lijkt het belangrijkste wat het is, maar als het eenmaal uitbetaald wordt, dan is het klaar. En we waren gewend dat momentum zit in ons systeem van onderweg zijn en vorderingen en hindernissen en wat ik dan wel eens grappigerwijs de spirituele carrière noem. Die eindigt. Dus het feest is feitelijk game over. Ook het zien van, ja, verwachtingen hebben gewoon geen enkel. Nee. Dus het is eigenlijk gewoon een teleurstelling. Voor iets is het een teleurstelling gewoon. Drongpa zei letterlijk, verlichting is de laatste teleurstelling van het ego. Ja, maar ik ben niet verlicht, dat is geen realisatie. Anders had ik wel na een samadhi bewustzijn op zien komen. Nee, dit zijn ook allemaal weer verwachtingen. Ik heb ook al eerder gezegd, ik heb beschreven dat bij heel veel mensen gaat het met heel veel tumult. En er zijn er anderen die glijden er gewoon in. Dus wat wij doen, en dat zijn de laatste dingen die uit het systeem moeten, is alles wat wij geleerd hebben, wat nut had, dat moet op het laatste, in de laatste fase allemaal uit het systeem. Want hoe het exact bij mij zich manifesteert of gebeurt of tot expressie komt, is eenmalig. Dus heel veel komt overeen met allerlei dingen van teachings en het laatste stukje is alles aan de kant. Het zijn allemaal pointers en krukken en hulpmiddelen en steunzolen en al dat soort zaken. Die moeten eruit, want ik kan nu zelf lopen en ik kan, en jij dus ook, alleen maar lopen op de eigen manier. Dat gevoel is er ook en dan
Ja, ik kijk nog wel eens een filmpje of ik lees nog wel eens dit of dat, maar ergens is er zoiets van ja. Yes, exact. Aan de kant, want hier gebeurt het kennelijk zo. Dus wat er nu nog moet gebeuren, als het ware, voor zover er iets moet gebeuren, is het nog verder dat glas leeggieten. Alle ideetjes eruit over waar het aan zou moeten voldoen. Of hoe het eruit zou moeten zien. Weg. Maar het is dus ook niet, merk ik zo, dat er dan dus opeens nooit meer identificatie is. Dat is gewoon niet zo. Precies. Alles, in ieder geval niet. Alles aan de kant. Ja. En gewoon kijken. De hijzaak kan toch losbreken. Die wordt gezien, maar hij breekt wel los. Ja. En iedere weerstand er tegen is absurd. Dat wordt ook gewoon gezien. Goed. Dus er is niet echt iets mis. Nee. Ik denk dat ik dat wil horen gewoon. Ik iets wil gewoon toch nog horen van, ja maar... Ja, en dan moet ik je teleurstellen, er is niks mis. Wat ik zeg, het enige wat nog moet gebeuren is dat die laatste ideeën eraf moeten. Dat het ergens aan zou moeten voldoen. Ja. Dus het antwoord op dat stukje, dat laagje wat er nog is, wat zegt wat nu? Nou, gewoon kijken hoe het gebeurt. En alle voorkeuren en voorschriften aan de kant. Just watch. Ja, ze kunnen wel zoveel zeggen, maar... Precies. Dus dat had ik ook op een gegeven moment, was het gewoon helder voor mij. En dan las je nog wel eens wat dingen en dan... Van ook soms grote namen, let's say. En ik dacht, nonsens. Oh ja, voor jou. Of ja, dit geldt voor jou. Of, oh, dit is een cultureel dingetje. Weg, weg, weg. En het interesseerde me niet meer van of het wel of niet bevestigd of herkend zou worden door wie dan ook. Al zetten ze er 5 op een rij en die zeggen, je lult uit je nek, prima, fuck off. Ik ga aan jullie vooraf. Ja, want uiteindelijk kan in die lichtbundel kan het gewoon nergens meer heen. Voilà. Iedere angst, iedere frustratie, ieder ding, ja, het is er allemaal wel, maar waar moet het heen? Ik zie dat gewoon. Mm-hmm. Dus ja. En het houdt geen stand? Nee, uiteindelijk niet meer. Want het begint ochtends met, er komt een depressie voorbij, dan loop ik buiten, dan zie ik een vogeltje en dan denk ik, ach leuk. Nou, dan is het alweer over. Totdat het volgende zich weer aandient. Voilà. Okay. Dus het gaat vanzelf. Ja. Ik noemde het wel eens van, ja, die tv die staat aan, want dat betekent dat het leven, dat je leeft. En ja, je gaat niet over de programmering, dus dan komt er dit voorbij en dan komt er dat voorbij. Ja, boeien, het is op tv. It's not me. Ik denk dat er nog een verwachting in zit van het scherm moet op zwart en dan pas ben je gerealiseerd. Ja, dat kan dus even gebeuren en het gebeurt uiteindelijk als je doodgaat. Maar het grappige is van dat je eigenlijk klaar bent met leven, maar het leven is nog niet klaar met jou. Daar lijkt het een beetje op. Dat snap ik niet. Nou, de ambities en alle dingen die normale mensen zeg maar nastreven, die zijn er gewoon uit. Maar blijkbaar gaat die show nog een tijdje door. Dus dat bedoel ik met van, ik ben eigenlijk klaar met het leven, maar het leven is nog niet klaar met mij, want die film die loopt nog. Nou, oké. Ik heb ook zoiets soms van, ja, nou laat nou maar op zwart gaan, het is wel goed zo. Ja, dat kan ook wel eens... Niet dat ik fysiek of zo, maar snap je wat ik bedoel? Nou, ik herken dat in die zin van dat ik zoiets heb van, ik leef graag en ik vind het wel leuk en zo. Maar als ze nu zeggen klaar, dan vind ik het ook best en dan zul je mij niet horen klagen. Nou, ik denk niet dat het zozeer fysiek is dat ik dan dood wil of zo, maar gewoon zo van, nou, ik mag nu eigenlijk wel even op zwart. Ja. Ja, ik weet je wat leuke is, dat is misschien nog een interessante, van we kunnen dus, ja, als we die beeldspraak gebruiken van er staat dus een grote flatscreen in de kamer waar dus een film oploopt, die Leven heet, ik hoef niet per se daarnaar te kijken. Dus het wordt allemaal gezien, true, maar ik hoef niet echt mijn aandacht daaraan te geven, dus die kan ik ook daar houden.
Ja, en dat is een beetje wat nu, waar die kant op gegaan wil. Ja, yes, natuurlijk. Want soms word je een beetje moe van dat er de hele tijd iets beweegt. Ja. Weet je wel? Ja. Oké. Okay. Nou, laat maar even of zo. Ja. Close your eyes. Dat gebeurt niet, maar ik bedoel dat, dat ja. Nou, oké. Okay. Cool. Mooi. Dank jullie wel. Dit doen we nog een keer. Ja. Top. Hoi.